Een paar weken geleden besluit Linda haar werk opzij te zetten om zich zo volledig aan haar nieuwe levensstijl te kunnen wijden. Het valt haar soms zwaar om zich aan de training- en voedingsschema's te houden. Maar de laatste weken gaat het steeds beter. Net als Maya treft Linda ook nog wat laatste voorbereidingen voor de loop. Ik merk wel dat ik al mijn spieren en zo voel en ze best overbelast. Dus ik ga ook gewoon lekker massage doen. Om gewoon ook een beetje op een andere manier aan mijn spieren te werken. Behalve alleen maar actie, actie. Linda boekt nu goede resultaten met afvallen. En vandaag gaat ze dit succes aan den lijve ondervinden. Ik heb het al heel lang op mijn lijstje staan, dat ik dat eens een keer heel graag wilde ervaren. En eigenlijk is het er nooit van gekomen, want je moet voor een tandemsprong mag je niet meer dan 90 kilo wegen. En dat weeg ik nu, ik weeg 86. En ik zie mij gewoon zo vliegend naar beneden storten. Ja, ik kijk er heel erg naar uit. Een tandemsprong dus, die ze nu eindelijk kan doen omdat ze ruim 9 kilo is afgevallen. Dat is wat anders dan een leger outfitje, hè? En dan gaat Linda's grote wens in vervulling. Terug op de grond belt de Roadshow met Linda. Heb ik nou goed begrepen dat ze jou vanmiddag uit een vliegtuig hebben gegooid? Ja, ik ben net uit de lucht komen vallen hier. Ja, wat gaaf hoor. En dat als dit iets is wat je graag wilde maar nooit kon, dan is het wel heel fijn om dan die strijd die je hebt gevoerd tegen je overgewicht te verzilveren met zoiets leuks. Ja, absoluut. Volgende week zondag is de grote finale van Operatie NL Fit. De 5 kilometer run in Rotterdam. Je kan je aanmelden via operatienlfit.avro.nl. Ik zie je daar, Linda. Heel goed, die staat. Hey Linda. Hallo Art. Nou, je hebt wel de stoerste week van iedereen gehad volgens mij. Ja, vind ik ook. Ja. Ja. Je woog 86,7 kilo vorige week. En je weegt nu 85,8, 0,9 kilo kwijt. Ik ben wel blij ermee. Nou, terecht. Ik ben er wel blij mee, ja. Anja. Totaal 9 kilo kwijt, goed gedaan. En je hebt vorige keer verteld aan ons dat je niet wil focussen op de getallen, maar dat je het meer wil voelen, et cetera. Snap ik, begrijp ik heel goed. En ik ga toch aan jou de opdracht geven om komende week 9 ons af te vallen. Voor ons. En waarom? Want dan zit je namelijk met een BMI onder die 30. Want die BMI onder de 30 betekent dat je niet meer obese bent. Ja, precies. En als zij 9 ons heeft, dan heeft ze hem. Dus dan vind ik eigenlijk wel buiten die 10% een extraatje. Ik heb het volste vertrouwen hoor, dat je die loop in Rotterdam gewoon succesvol afrondt. Maar ik hoop dat je namelijk ook iets van een hoger doeltje aan jezelf wil stellen. Want we hebben het nu dan weer over die 9 ons extra. Mm-hmm. Ja, en ik hunker eigenlijk een beetje naar een doeltje erbij. Wil jij misschien binnen 40 minuten de 5 kilometer lopen? Oh, maar dat doe ik. Ga ik doen. Ja? Dat binnen die 40. Dat vind ik een leuke eigenschap. Dat je niet zo snel tevreden bent dan met jezelf, maar dat je daar dan over gaat. Dat vind ik leuk. Ja, die ga ik doen. Ja? Ja. Zie ik je bij de startlijn. Ja, zeker.